Een van de dingen die jullie gaan doen, jullie beginnen al uit elkaar. En er komen dus nieuwe mensen in jullie leven. Onder andere een nieuwe acteur erbij. Ahmed Akabi. Ahmed Akabi. En wat wordt zijn... Wat is... Ja, Ahmed die gaat koken in mijn restaurant. Want ik heb mijn restaurant wel een beetje laten versloffen. Ik zit eigenlijk meer thuis dit te doen. Ja. En net als in deel 1 trouwens. En kijk, daar heb je hem. Kijk, ja, als dat mooie man gaat koken, helemaal onder het meel, met lekker licht. En het ziet er heerlijk uit. En dan wordt zij heel erg verliefd op Ahmed Akabi. Maar jullie hadden gewoon echt les van echte koks. Waarom? We hebben even, ja, ik wil toch dat het er dan een beetje lekker uitziet. En dat je dan denkt, oh ja, tuurlijk, die vrouwen die kan dat heel goed. En Ahmed Akabi, die moest ook heel erg oefenen, want die kon helemaal niet eens een mes slijpen. Kijk. Nou, maar dit gaat wel soepel. Ja, dat was heel slecht. Nee, kijk, zie je, maar ik kan dat heel... Nee. Jij kan... Nou, weet je, Lies, zullen we even kijken hoe jij meel bijvoorbeeld probeert te kneden. De bedoeling is dus volgens mij dat je meel kneedt. En dat gaat echt vlekkeloos. Een eitje erbij ook? Ja. Ja? Jij bent echt slecht. Bij de voorbereiding, want je hebt in Soul of 1 heb je gedanst. Je hebt geoefend met Dan Carity. Ja. Maar jij danst al heel lang. Ja. Je bent meer een acteur. Alleen Fetja van Huet. Daar beelden van. Het is een lange periode tussen dat dansen en het toneelschool geweest. Nou, ik zal het maar gewoon zeggen. We gaan laten zien. We hebben beelden gevonden van jou. Dat je bij de Willem Ruijs show... Hoe oud was je toen? Ik weet het niet. Ik denk 10, 11. 10, 11. Ja, 10, denk 11 ik, jaar. Als je... Ben je aan het tapdansen? Oh, te gek. Was dat iets wat je toen zomaar deed? Of was je danser? Of wat was het? Nee, mijn oma Mies, die had een balletschool. De Mies? Balletschool Mies Nijholt. Oh, Nijholt, oké. Ja, niet de Mies. Nee, oké. Maar ook wel echt een hele goede danseres. En toen heeft mijn moeder ons opgegeven voor de Sterrenshow. Omdat ze 3 generaties... Mijn moeder die gaf ook les, dansles. Ja. En wij tapten ook met mijn oma. Daar hadden we les van. Oh. En ze zochten naar generaties, weet ik nog, voor dat spelletje. En toen heeft mijn moeder een brief geschreven. En toen, Maar je was best goed. Ja. Ja, je kon... Ja. Heb je wat zien tapdansen? Nee. Moet je op... Vetje van Huet is het jongetje met de hoed. Oh, wat lief. Kijk, dit is Vetje. Ja. Goed, die kleine. Zou je hem gaan? Ah, met Willem Ruijs. Ja, ik zeg daar, en ik sliste heel erg in die tijd. Ik zeg daar, zag je die jongen? En dan vraagt hij, maar wat vond je ervan? Fantastisch. En ik wat, ja.